De afgelopen weken wordt er in Leiden weer volop over Hans Schonewille gesproken. Bijgenaamd De Indiaan. De aanleiding is de Opsporing Verzocht podcast over de moord op Schonewille in 1999. Waarvan sinds vanavond het vijfde deel is te beluisteren. Die moord is nooit opgelost, maar juist door alle aandacht komt er nu toch weer belangrijke nieuwe informatie naar boven. Hans Schonewille, een imposante man en een bekend gezicht binnen de Leidse uitgaanswereld, maar die werkte als portier en later als uitbater van verschillende cafés. Zijn bijnaam dankt hij onder meer aan zijn lange haar. Zijn bijnaam, De Indiaan. Toen ik hem echt leerde kennen, toen kon ik niks anders als verliefd op hem worden door zijn lach. En dat ik dus zag dat die hele ruwe, stoere vent eigenlijk een hele zachte, liefaardige man was. Eind jaren 90, Hans is dan 47, woont hij samen met zijn vrouw Kitty en hun dan 10-jarige dochter in Leiden. Uit een eerdere relatie heeft hij 2 zoons. Hij kon heel streng zijn. Hij was voor de kinderen altijd hartstikke goed. Zijn dochter was een oogappel. Als hij in huis was, dan bestond ik niet meer. Dat ik zeg van, ja, ga maar weer naar papa. Weet je wel, ja, want ze gaat later met papa trouwen, was het dan. Ik voelde me veilig bij hem. Ondanks het leven wat we leiden, want dat was echt niet altijd even leuk. Zeker niet toen hij duistere dingen ging doen. Een van de manieren waarop Hans geld verdient is met de illegale variant van dit gokspel. Hij is in Leiden het gezicht van de illegale lotto. Hans was boekmaker, een van de 3 boekmakers in Leiden. Mensen schreven nummertjes en daar zetten ze een bedrag op in. En dat was een aardig bedrag in totaal. En uiteindelijk ging hij bij de trekking dus controleren of mensen 3 cijfers goed hadden en of daar een prijs op was gevallen. En dat werd dan op een zaterdag of op een zondag werd het weer uitbetaald uit de pot wat hij dus al binnen had gekregen. De ene week verdient hij er 10.000 euro's mee, maar soms moet hij ook diep in de buidel tasten om iedereen die gewonnen heeft weer uit te betalen. Behalve met de illegale lotto verdiende Hans zijn geld met van alles en nog wat. Naast zijn werk als portier en later ook als uitbater van een aantal cafés hier in het centrum van Leiden, handelde hij bijvoorbeeld in sigaretten en deed hij iets met gokkasten. Toen het wat minder ging met de illegale lotto en de schulden zich begonnen op te stapelen, lijkt hij zich ook te zijn gaan bezighouden met zwaardere criminaliteit. Hans Schonewille woonde hier aan het Sarah Bronovaplein in Leiden. Op donderdag 10 juni zat hij 's avonds gewoon televisie te kijken thuis. Iets voor 9 gaat de telefoon en vermoedelijk is dat een bekende van hem, want er wordt nog een afspraak gemaakt voor diezelfde avond. Hij neemt afscheid van zijn vrouw en vertrekt. En hij zegt van, nou, dan ga ik maar. Dus ja, oké. Okay. Hij zegt van, ja, nou maar hopen dat ik weer veilig thuis kom. Dus ik keek hem ook nog zo aan en ik had zoiets van, waar gaat dit over? Dus nou, hij gaat. Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer of ik hem nog een kus had gegeven, want dat was wel standaard. Dus ik ga er vanuit van wel. En hij ging. In 1999 lieten we zien dat Hans Schonewille die avond van huis vertrok in zijn Opel Omega. De volgende ochtend, het is dan vrijdag 11 juni 1999, rijdt een politieman in zijn vrije tijd met zijn zoontje deze toenmalige afgelegen parkeerplaats in Aarlanderveen op. Aarlanderveen ligt vlakbij Alphen aan de Rijn. En die politieman ziet daar achter op die parkeerplaats iemand op de grond liggen. Hij zegt tegen zijn zoontje in de auto dat papa even moet werken en gaat kijken. En hij ziet eigenlijk meteen dat de man op de grond niet meer leeft. Hij is doodgeschoten en het lijkt op een koelbloedige afrekening. Ja, dat was gewoon zo enorme schok. Echt, ik had echt zoiets van, echt zo. En ik vloog de keuken in, dat weet ik nog wel. En barst in huilen uit. En dan komt ook het moment dat ze het vreselijke nieuws aan haar dochtertje moet vertellen. Dus ja, die komt op een gegeven moment thuis. En dan hou je er vast en je kijkt eraan en papa is dood. Dus ja, dat is volgens mij ook de enige keer geweest dat ze huilde. Dus zij, ik heb haar vastgehouden en ze snikte. Ja, ik ook uiteraard. En toen is ze eigenlijk van die dag is ze van spontaan innemend, allemans vriendje, is ze gewoon een boos kind geworden. Ze is gewoon voor altijd is beschadigd en veranderd. Ondanks intensief recherchewerk is de moord op Hans Schonewille nooit opgehelderd.
Onlangs besloot de politie samen met Opsporing Verzocht de zaak opnieuw onder de aandacht te brengen door een podcast over de cold case te maken. En ik ben ervan overtuigd dat de oplossing van deze zaak min of meer onder onze neus ligt. Tactisch coördinator van het onderzoek Ramon merkt sinds de start hoe de zaak nog leeft in Leiden. Het is echt het gesprek van de dag bijna ook op straat. We zien dat zowel gewoon in het dagelijkse leven als ook binnen het milieu weten wij inmiddels dat dit verhaal echt speelt. Op 25 maart jongstleden hebben wij het mobiele media lab op diverse locaties in Leiden gehad, waar collega's in contact met het publiek zijn getreden en flyers hebben uitgedeeld. En er zijn ook een aantal personen die spontaan binnen zijn gelopen en die hebben daar tegen ons verklaard. En die hebben gewoon gezegd, ja, ik heb al 22 jaar wetenschap van bepaalde facetten van deze zaak en het wordt wel eens tijd dat ik dat ga vertellen. Ik vind dat er gerechtigheid moet komen, want Hans mag dan een boef geweest zijn, maar het was ook mijn man, de vader van mijn kind. Het was ook een mens, weet je wel, die mensen om zich heen had die van hem hielden. Dus hij verdiende dat er van hem gehouden werd, dus hij verdient ook dat dit opgelost wordt. En u weet het, het is nooit te laat om te praten. Er is een beloning in deze zaak van 30.000 euro uitgeloofd door de hoofdofficier van justitie. Meneer Goyert, Hans Schonewille had veel vrienden, maar ook vijanden. Ja, dat klopt. En dat maakt het onderzoek ook zo complex. Mede dankzij de uitzendingen van de podcastafleveringen hebben we toch wel zicht gekregen op een aantal scenario's. En we hopen na deze uitzending op tips over wat er precies is gebeurd. We weten dat Hans zich bezighield met handel in verdovende middelen. Dat deed hij met een aantal personen. We weten ook dat het niet altijd even lukte. Sterker nog, er was een mislukte deal. Dat was een cocaïnelijn in de richting van Engeland. Als er nou mensen die op dit moment kijken en die iets meer weten over die cocaïnelijn, die dus mislukte, over wie daarbij betrokken waren, dan komen we graag met deze mensen in contact. En we hoorden ook al dat die illegale lotten ook voor problemen zorgden. Ja, er was in goede tijden was er behoorlijk wat geld mee te verdienen. Daar aasden ook een aantal mensen op zijn positie. Maar er was ook geld mee te verliezen. Hans deed dat dus in Leiden, die illegale lotto. Maar had ook contacten met kopstukken van de illegale lotto in Amsterdam. Daar had hij ook de nodige schulden die hij niet kon terugbetalen. En wellicht is dat ook een motief wat er dus later met hem is gebeurd. Er speelde nog wat. Hij had ruzie met twee voormalige familieleden. Ja, en ook dat was weer een conflict binnen die illegale lotto in Leiden. Dat waren twee zwagers van hem, twee ex-zwagers. En een jaar na de dood voor de dood van Hans heeft hij geprobeerd één van die ex-zwagers om het leven te brengen. Nou, dat is, uiteindelijk is dat niet gelukt. En wellicht, ik kan me ook iets bij voorstellen, dat het wellicht tot een wraakactie heeft geleid. Nou, ondanks intensief onderzoek hebben we daar nooit geen aanwijzingen voor gehad. Nou, goed dat u dat ook nog even dan benoemt. Maar u heeft sowieso het idee dat hij door een bekende in de val is gelokt. Met name ook hoe die weg is gegaan, die 10 juni 1999 thuis. Ja, we denken dus dat Hans door een bekende is opgebeld die avond. Hij is vrijwel direct weggegaan. Hij heeft alleen tegen zijn vrouw gezegd dat hij wegging, maar niet met wie en waar naartoe. Na risicovolle afspraken nam hij altijd zijn vuurwapen mee. Dat had hij op dat moment niet thuis liggen. Hij is dus zonder vuurwapen weggegaan. Hij had wellicht een andere keuze gemaakt als hij geweten had wat er zou zijn gebeuren. Nou, dat is ook de reden dat wij het vermoeden hebben dat hij door een bekende is meegelokt naar deze locatie waar hij dus later is vermoord. En het bijzondere is dat het telefoontje is in de belgegevens van toen niet geregistreerd. Dus dat is de vraag, wie heeft hem meegelokt? Maar er zijn meer mensen waarschijnlijk hierbij betrokken. Ja, het is zeer aannemelijk dat er meer mensen bij betrokken zijn geweest. Het was natuurlijk een hele organisatie. Hans is mogelijk dus eerst weggelokt naar die locatie waar hij dus later is vermoord. En vermoedelijk na de moord is zijn Opel Omega in de brand gestoken. En die auto hebben we later in de nacht, rond 2 uur 's nachts, in Leidendorp in een woonwijk aangetroffen. Nou, en een van de vragen die u vanavond wil stellen, ook aan onze kijkers, is weer een vraag over een andere auto waar iets concreter over wil weten die misschien ook een rol speelt. Ja, dat vermoeden is dat deze rover ook een rol heeft gespeeld in de moord op Hans Schonewille. De auto is opvallend genoeg een dag na de moord naar een sloperij gebracht. En gelukkig hebben mijn collega's toch deze auto in beslag kunnen nemen. We hebben uitgebreid sporenonderzoek gedaan. En deze sporen hebben we opnieuw overgedragen aan het NFI, waar op dit moment onderzoek wordt gedaan middels nieuwe methodieken. Ja, dat is een tijdrovende klus, daar wachten we natuurlijk wel op.
Maar we willen ook heel erg graag weten wie er in 1999 de beschikking had over deze rover. Goed, concrete vragen over die rover. Maar algemeen gezien, ik wil gewoon met iedereen in contact komen. Gewoon echt zelf spreken die iets weet. Ja, dat klopt. Er circuleren al jarenlang allerlei geruchten in deze zaak. Nou, daar willen we natuurlijk ook graag iets van weten. Maar we willen ook deze zaak oplossen. Dat betekent dat we verdachten of verdachten kunnen aanhouden. Daar hebben we niets aan geruchten. We hopen echt dat na vanavond dat de mensen een stap voorwaarts maken en met ons in contact willen komen. Niet voor niets is er €30.000 tipgeld vrijgesteld in deze zaak. We willen echt dat mensen met ons in contact komen. Want we willen echt na deze vanavond deze zaak na 22 jaar oplossen. Nou, voor iedereen die geïnteresseerd is in nog veel meer details, scenario's, sporen. Vanaf nu staat deel 5 van de podcastserie De Moord op de Indiaan online. En deel 6 met hopelijk natuurlijk een ontknoping is er niet meteen volgende week. Omdat de politie op dit moment al die nieuwe sporen en aanwijzingen onderzoekt. En ook u thuis kunt mogelijk meehelpen bij die ontknoping. Voor iedereen die nog niet met de politie heeft gesproken, neem contact op via de opsporingstiplijn. Of bel voor een vertrouwelijk gesprek met dit speciale nummer van de TCI in Den Haag. 06 57 87. 82 62 79 staat op de site.